Check it out now, check it out now, yeah, 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 yeah. Check it out now, freestyle, do it all alone, rap straight from the dome. Gotta do it all alone, gotta do it right now, tonight, tonight, now, yeah. Dit is de Talentenwerkplaats, bedacht door jongeren tijdens de Burgertop Sociaal 013, waar Tilburgers met elkaar in gesprek gingen over zorg, wonen, veiligheid en werk. De gemeenteraad steunde de Burgertop. Ons idee was om mensen met een slecht verleden een kans te kunnen geven in arbeid, qua werken, qua alles, qua opleidingen, om een mooie toekomst voor hen open te stellen. Vorig jaar is de Burgertop 013 geweest en jongeren zijn daar met het idee gekomen, of eigenlijk met de constatering, probleem van we hebben misschien geen mooie cv, maar dat betekent niet dat we niks kunnen. En zij zijn heel erg aan de slag gegaan met het idee van hoe kunnen we nou zichtbaar maken dat wij wel iets kunnen. Hoe maken we dat nou op de arbeidsmarkt bij werkgevers bekend. En zo zijn ze gekomen op het idee van een talentenwerkplaats. En eigenlijk wilden ze dan een soort locatie waar ze aan de slag mogen gaan met hun talenten. Hun competenties kunnen ontwikkelen en op een of andere manier die vertaalslag richting arbeidsmarkt, richting hun toekomst kunnen maken. We drift and we fall out, looking for meaning, trying to find out who we are and what we want before we forget about. We hebben bijvoorbeeld een jongen die heel veel clips maakt. Die scoort echt veel views op YouTube en kwalitatief goede clips, maar heeft geen diploma. Dus hoe kom je dan in het werkveld terecht? Dat is heel moeilijk. En wat we dan nou proberen is, kunnen we niet een portfolio maken waardoor die toch interessant wordt. If I don't succeed today, at least I know I win all the way. Yeah, man, don't say it won't pay off, because the feeling is all I need to get started. Dat ze die donker in mijn ogen ding, dat ze een donker in mijn ogen ding, dat ze een donker in mijn ogen ding. Mijn rol is vooral begeleiding. Ik zorg ervoor dat de jongeren die binnenkomen warm onthaald worden. We beginnen altijd eerst met het leuke gedeelte natuurlijk. Ik zorg ervoor dat we gewoon lol hebben met het opnemen. Probeer dan altijd de ijs te breken met laten zien hoe ik aan het werk ga. Wat kunnen we doen? Op het moment dat we eenmaal een beetje aan het lopen zijn, dan ben ik altijd wel iemand die graag in gesprek gaat. Dus dan vraag ik ook waar het nummer dan vaak over gaat. De dromen van de jongeren die lopen uiteen. De ene wil superster worden en de andere die doet het meer als hobby. Maar zelfs allebei van de dromen heeft toch een kern van ontwikkeling in. Een superster word je niet zomaar. En als hobby kom je al gauw achter dat het best wel serieus is als je je gevoelens uit op een microfoon. Wie kan er heel met je zijn deze tijd? Ook Juni heeft een droom. Hij wil professioneel muzikant worden of werken bij de buurtsport. Hij ontdekte dat een studie niet bij hem past omdat hij moeilijk lerend is. Nu komt hij regelmatig bij de talentenwerkplaats en maakt zijn eigen muziek. Toch mijn gevoelens ook te uiten in de positieve zin. En gewoon echt puur om mijn tijd gewoon nuttig te besteden. Gewoon. Sowieso omdat ik dan toch veel bezig ben en zo. En ook gewoon mijzelf kan zijn. Nou, voor ons is het heel belangrijk dat de gemeenteraad dit soort initiatieven steunt en dat ze ook bereid is om ook richting het beleid straks om ruimte te creëren en om aandacht te hebben voor die zogenaamde kwetsbare kansarme jongeren. Door met de jeugd in gesprek te gaan, door te kijken wat er leeft, maar ook door organisaties ruimte te bieden om ermee aan de slag te gaan. Vooralsnog is de talentenwerkplaats gevestigd op verschillende locaties. Mijn talent. Ik hou ervan om mensen te helpen. Ik hou er ook van om foto's te maken van mensen. Ik hou er gewoon van om mensen gelukkig te zien. Dat is gewoon een soort van mijn talent.